Sentry F2300. Nou, een van de meest gestelde vragen is: hoe krijg ik hem open? Mensen krijgen hem geleverd en denken: krijg ik de kluis niet open? Doen we een ontgrendeling? Nou, hoe krijg je hem open? Simpelweg indrukken, knop indrukken en hij is open. Nou, waarom is dat zo? Dat komt omdat er een rubberen rand in zit. Die rubberen rand beschermt tegen water en vuur. Die moet natuurlijk aangedrukt worden. Dus om hem te sluiten moet je hem ook weer indrukken. Dan hoort hij een klik en dan zit hij vast. Dan is hij vergezegeld tegen water en tegen vuur. Een van de meest gehoorde vragen bij ons is ook dan: mijn kluis, sorry, documentkoffer is niet goed. Er zit een spleet tussen. Maar dat maakt niet uit, want er zit gewoon een zegelring aan de binnenkant die hem beschermt. De buitenkant, dat kiertje, geeft helemaal niks. Er staat ook een opstaande rand, waardoor het altijd beschermd is. Zolang die maar vergrendeld is. Zolang die maar goed dicht gedaan is, vastgeklikt is. En op slot eventueel, dat is natuurlijk nog mooier, als hij valt of iets, dan is hij nog zeker dat hij vast blijft zitten. Maar zolang die maar vergrendeld is. De F2300 van Sentry. Hoe krijg ik die open?